Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Harmonie Sint Cecilia uit Maden heeft op zondag 5 november met succes deelgenomen aan een bondsconcours voor harmonie en fanfareorkesten in Roermond. Na het inspeelwerk of Glory and Celebration werd als eerste werk Pilatus Mountains and Dragons en als tweede werk A Hero's Tale gespeeld. Alle werken werden beoordeeld door 3 juryleden en uiteindelijk werd de harmonie beloond met een gemiddelde van 83,3 punten met de eerste prijs en de titel divisiewinnaar. Met een goed gevoel gingen de spelers en toehoorders weer naar huis. We hebben een korte beeldopname ontvangen met een fragment uit A Hero's Tale, wat we u graag nog even laten horen. Deze week vielen de stempassen op de mat. Uiteraard bent u vrij te stemmen in elk willekeurig stembureau in de gemeente Drimmelen. Alleen in verband met de verwachte hoge opkomst en spreiding wil de gemeente u vragen zoveel mogelijk te stemmen op het dichtstbijzijnde stembureau dat op uw stempas staat vermeld. Heeft u geen stempas ontvangen of is deze beschadigd of kwijt, dan kunt u bij de gemeente waar u op 9 oktober ingeschreven stond een nieuwe stempas aanvragen. Dit kan zowel mondelijk als schriftelijk. Vindt u alsnog uw oude stempas terug, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Dat kan alleen met uw nieuwe stempas. Ga voor meer informatie over een vervangende stempas naar drimmelen.nl/verkiezingen. Een spannende tijd barst los tussen Nederlandse basisscholen. Vanaf 26 november tot en met 24 november zetten 270 scholen zich in om een nieuw inzamelrecord te vestigen tijdens de jaarlijkse batterijenbattle. Ze strijden voor de winst en tegelijkertijd voor de bijdrage aan een beter milieu. Basisschool De Stuifhoek uit Maden strijdt mee voor een nieuw inzamelrecord. In 3 weken tijd willen ze zoveel mogelijk lege batterijen inzamelen. Onder het mom van jong geleerd is oud gedaan, leert het kinderen om de juiste milieuvriendelijke keuzes te maken als het gaat om lege batterijen. Volgens onderzoek van Stibat weet zo'n 39% van de Nederlanders niet dat batterijen kunnen worden ingeleverd bij de verkooppunten. Daarnaast is 45% zich er niet van bewust waarom het recyclen van lege batterijen zo belangrijk is. Door batterijen te scheiden en in te leveren bij een inleverpunt van Stibat geven we waardevolle metalen een tweede leven, bijvoorbeeld als fiets, pan of kaasschaaf. Hiermee hoeven er minder grondstoffen uit de natuur gewonnen te worden. Dit wordt mogelijk gemaakt door Stibat, de non-profit organisatie die zorg draagt voor het inzamelen, sorteren en recyclen van lege batterijen en accu's. Meer informatie vindt u op www.legebatterijen.nl/batterijenbattle. Uiterlijk 21 december worden de winnaars bekendgemaakt. Op 12 november geeft het accordeonensemble 4816 een concert in onze kerk in Hoge Zwaluwe. Zij nodigen u graag uit om het concert te komen genieten. Het ensemble staat onder leiding van Niek van Uden-Lutijn. Zij brengen een mooi gevarieerd programma met onder andere de prelude uit de Deum,
de Eurovisietune en de Second Waltz, bekend geworden door André Rieu. Het concert begint om 11 uur in de ochtend. De kerk is geopend vanaf half 11 en de toegang is gratis. 23, 24 en 25 november start een actie van de voedselbank in de supermarkten in Oosterhout, Dongen, Raamsdonksveer en Made met als doel producten in te zamelen voor mensen die in armoede leven. Het winkelend publiek wordt gevraagd de actie te ondersteunen door iets extra's te kopen en aan de voedselbank ter beschikking te stellen. Het gaat om droge en houdbare, ongekoelde basisproducten. Voorbeelden hiervan zijn rijst, meel, koffie, thee, cacao, suiker, zoetbeleg voor op brood, chocolademelk, jokiedrink, schoonmaakmiddelen, waspoeder en toiletartikelen zoals tandpasta en shampoo. Elk jaar zet een groot aantal vrijwilligers zich in om deze winkelactie tot een succes te maken. Dit is een unieke kans voor u om iets te betekenen voor mensen met financiële noden. Om deze actie opnieuw succesvol te doen verlopen, zoekt de voedselbank zo'n 300 enthousiaste vrijwilligers. En deze actie is alleen mogelijk door uw inzet. Doet u mee? Wilt u ook een dagdeel of meerdere dagen meedoen? Dan kunt u voor meer informatie bellen met de coördinator Anita op 06-43-58-69-84. Maar u kunt natuurlijk ook een mail sturen naar gb@stillearmoede.org. Deelnemers, opgelet! Nu de klok weer is verzet en we de donkere dagen in het vooruitzicht hebben, wordt het weer tijd om de trekker of een ander landbouwvoertuig te gaan versieren met lichtjes voor Tractors by Night. Wilt u op vrijdag 5 januari meedoen met deze mooie tocht? Stuur dan alvast een mailtje naar inschrijven@tractorsbynight.outlook.com of kom op vrijdag 15 december tussen 8:30 en 9:30 s'avonds naar de inschrijfavond bij Café bij Bas in Wagenberg. Dan krijgt u ook meteen het startnummer. Deelname kost €10. Uiteraard maakt Omroep Drimmelen weer opname, dus kom in grote getalen. KBO heette vroeger de Katholieke Bond voor Ouderen. Ondertussen is de naam veranderd in Koersvast, Belangenbehartiging en Ontspanning. Deze naam past volgens de organisatie het beste bij KBO van nu. KBO Made en Drimmelen is een bloeiende vereniging met een enthousiast bestuur en vele vrijwilligers die zich inzetten om allerlei activiteiten mogelijk te maken. Zij bieden leden een gevarieerd aanbod aan activiteiten om zich te ontspannen en nieuwe contacten te leggen. Tevens hebben ze veel aandacht voor het behartigen van de belangen van de leden. U kunt een beroep doen op adviseurs, cliëntondersteuners en belastinginvullers. Op de website www.kbo-made-drimmelen.nl kunt u alle informatie over KBO Made en Drimmelen vinden. Uiteraard zijn nieuwe leden van harte welkom. Aanmelden kan op de website van KBO. Het hondenlosloopgebied langs de Marktdijk in Terheide kan momenteel niet gebruikt worden vanwege werkzaamheden van het waterschap voor de dijkverbetering. Daarom is er tijdelijk een andere locatie beschikbaar gesteld als hondenlosloopgebied, namelijk een deel van het gebied tussen de Kleine Schans en de haven. Dit geldt tot en met 1 april volgend jaar. Vandaag op 10 november ontving Nick Simonis uit Made een koninklijke onderscheiding van burgemeester Boy Scholzen. Nick is al sinds 1990 actief als vrijwilliger en sinds 2012 ook mantelzorger voor zijn vrouw. In 2020 verkocht Nick zijn onderneming om fulltime voor zijn vrouw te gaan zorgen. Ook bouwde hij een deel van zijn vele vrijwilligersactiviteiten af. De uitreiking van de koninklijke onderscheiding vond plaats tijdens de Dag van de Mantelzorg. De gemeente wil hem bedanken voor alles wat hij als vrijwilliger de afgelopen 30 jaar heeft gedaan en tot nu toe nog steeds actief doet. Nick Simonis mag zich vanaf vrijdag lid noemen in de Orde van Oranje Nassau.
En dit was weer Drimmel Actueel. Na deze uitzending staat een aantal interessante onderwerpen voor u klaar. U kunt ons ook volgen op de social media van Omroep Drimmelen. En wij zijn ook te volgen op de radio op maandag en dinsdag in de ochtend om 11:30 en 11:30. Graag zien wij u de volgende week weer terug bij Drimmelen Actueel. Tot dan!